Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn vandaag begonnen met onze dienst. En naast me staat een oude bekende. Die hebben jullie waarschijnlijk, of zeker weten, denk ik wel eens in een video eerder gezien. Een half jaar geleden was op Zegbroek. Ja, klopt. En toen vertelde je al dat je eigenlijk ook een neef daar hebt, hè? Ja, in de zomermaanden. Ja. Hier aan Scheveningen, bij Team Toezicht de Kust. Dus dat is van juni tot en met september. Waar staan we nu in? Is het echt een politiebureau? Ja. Of is dit, dit is een post op het strand naast de pier. Ja, hier, dit is eigenlijk wel gewoon onze plek. Dus inderdaad een klein bureautje. We hebben geen cellen, maar wel de rest eigenlijk. De collega's die hier werken, is dat, waar komen die allemaal vandaan? Dat zijn allemaal collega's die hun neef staan hebben voor het strand? Ja, de collega's die worden samengesteld vanuit diverse bureaus. Mm-hmm. Dus je moet je wel echt opgeven of een motivatiebrief schrijven. En daaruit wordt een selectie gemaakt. Okay. Met elkaar doen we dan ook echt de gehele zomer de team toezichtkust draaien. Tijdens de dienst gaan we al wat dieper in over wat precies de werkzaamheden zijn. We hadden van de week natuurlijk een paar weken terug deze afspraak gemaakt. Het was een super mooi weer. Ja, nu keek ik gisteren op buienradar en de weerberichten. En als ik nu naar buiten kijk, is het redelijk grijs. Ja, ik had gehoopt natuurlijk een hele drukke dag hier op Scheveningen doen. Maar dat, waarschijnlijk wordt dat... Het is wel weekend, dat scheelt. En vakantie. En stiekem gewoon hopen dat het nog helemaal optrekt. Ja, ik ben benieuwd. Dat het zonnetje nog opkomt. Wat gaan jullie meenemen in de dienst? We zitten inmiddels in het voertuig en we zijn net weggereden bij de post. En je kan tot de beeld natuurlijk aan de andere kant wel zien. Het is nog vrij rustig op het strand. Maar het is ook nog vroeg in de ochtend, dus wie weet in de middag loopt het wat door. Hebben we nu ook even vrij surveilleren of is er nog iets waar we even nu moeten opletten of zo, iets specifieks? Nou, het is eigenlijk wel vrij surveilleren. Mm-hmm. Inderdaad, het is nog rustig, dus vermiste kindjes zullen we nu hoogstwaarschijnlijk niet hebben. Yeah. Tenten, dat zijn dingen die gewoon niet mogen hier, dichte tenten. Dus daar kunnen we op letten. En dan is het echt meer een kampeerterrein of zo. Ja. En waar liggen hier nu de meeste drukke pops? Ja, nu is het ook een drukke dag. Ik kan me voorstellen de boulevard heel druk, smalle terrasjes. Een stukje openbare orde misschien? Ja, de openbare orde is echt wel een ding. Nee, vorig jaar helemaal. En dit jaar valt het op dit moment mee. Uh-huh. Komt ook wel omdat de gemeente echt op de voorgrond al preventief heeft opgetreden. Yeah. We hebben gewoon, we hebben last van vechtpartijen, alcohol, misbruik, drugs, diefstallen. Eigenlijk is het echt van alles. Yeah. En je hebt hier natuurlijk een relatief klein werkgebied, zeg maar, als je echt bij de kust zit. Uh-huh. Dus dat maakt dat het ook gewoon echt op drukke dagen gewoon heel veel is, heel druk, met eigenlijk weinig mensen. Dat is eigenlijk het verhaal. En dan hoorde ik ook een nieuwtje, ja zo'n nieuwtje is het niet meer, maar je gaat meedoen aan het derde seizoen van Ewout, hè? Klopt. Dat draait al een tijdje? Ja. Hoe is dat? Ja, superleuk om te doen. Waar lopen ze overal mee? Door heel Den Haag? Of hoe moet ik me dat, hoe heet het eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Het heet Bureau Hofstad. Yeah. Hij loopt mee met drie bureaus en dat is Bureau Scheveningen en Bureau Verkade en Bureau mm-hmm. Jan Hendrikstraat. Per bureau twee koppels, dus met 12 collega's zijn we het aan het opnemen. Oké, okay, dus binnenkort kunnen we je ook op tv verwachten. Wanneer wordt het uitgezonden? Najaar. Najaar, oké. Okay. Ja. En dan gaan wij verder met de toezicht hier op het strand. Hoeveel kost het met parken? Hallo. Dankjewel mevrouw, ik wens je ook een fijn weekend. Ja. Ja. Nou, er is in ieder geval braderie, hè? Ja, is braderie. Ja. Jullie van. Dag meneer.
hier is het dansen, ja. Dat... Je moet het zelf wel goed aanvoelen, denk ik. Volgens mij doet dat heel goed. Wat gaan we nu doen? We gaan terug naar de podders. Hoe heet dat? Podders? Ja. De podders zijn pauwtjes die naar beneden gegaan voor de politie. Maar ze blijven dus podders. Nu naar beneden. Dus je moet even zorgen dat ze weer omhoog gaan, want anders... Ja, kan iedereen zo de boulevard oprijden. Ja. Zeg maar. Je hebt ook geen sleutel of zo, hè? Er zit ook een belletje, ja, helemaal niks. In het dus bij het strand van Kijkduin. Ja. Daar zijn 5 mensen aan het zwemmen en die zijn in de problemen. Wat we daar kunnen doen. Maar die zijn dus in de problemen in de zee, begrijp ik al niet. Ja. En dan, ja. We hebben nu geen boot. Wie gaat dat doen? De KNRM. Maar die gaan daar ook gelijk mee. Ja, die zijn ook al aanrijdend. De brandweer is aanrijdend. Ja, jij mag. Gewoon mee lachen. Jammer. Weet je zeker dat je gaat trouwen? Ja, dat is raar, joh! Dankjewel! Wat heb je nou gedaan? Haar even geholpen met een vrijgezellenfeest. Ze had een opdracht. En ze moest dus even een foto maken met een van ons. En aangezien jij niet wilde, moest ik. Maar goed, we helpen haar graag. Natuurlijk. We waren even tijdens de dienst, ik noem het maar even een andere deel van Scheveningen. Een deel waar weinig recreanten ook zitten. Alleen toen wilden we keren hier. En dat is misschien wel het nadeel van een strand zonder asfalt. We zitten momenteel even vast. Daarom is het natuurlijk ook belangrijk dat we met een 4x4 voertuig normaal op dit gebied rijden. Alleen af en toe komt het ook wel eens voor dat het voertuig toch vast zit in het zand. Dus we gaan even wachten tot de collega's met een andere 4x4 komen. Om ons weer los te trekken.
begrijp hier van de collega's dat het meestal wel lukt om met een tweede jeep het voertuig los te trekken. Maar in dit geval zit het zo vast dat we de hulp nodig hebben van de KNRM met een groot voertuig. Dus die gaan ons nu even helpen ons te bevrijden hier uit het zand. Dat zou lullig zijn. Bouw je er wel voor de gaten en dan... Ja, thanks. Oké. Okay. Thanks. We zitten inmiddels weer in het voertuig en we rijden weer. Het heeft eventjes geduurd, maar we hebben gewoon daadwerkelijk vastgezeten. Ja, zoals ik net al een beetje zeg, het overkomt af en toe wel dat je met dit soort voertuigen vastzit in het zand. Alleen het was nu zo extreem wat ik begrepen heb dat de KNRM moest ons helpen. En dat is gelukt, maar ook de vrachtwagen van de KNRM had er wat moeite mee. Maar... Ik moet wel, ik heb laatst namelijk iets gezien van je, Tess. Ja. Bij Vraag dat Vuur on Tour, waar had je, volgens mij is dat recentelijk opgenomen. Ja. Toen werd de vraag gesteld, ben je wel eens vast komen te zitten met je voertuig? Toen zei je nee. Of je moet er nog komen, zoiets zei ik niet. Ik ga het even inplakken. Sta je wel eens vast met het voertuig in het zand? Ja, dat gebeurt wel eens. Het is mij gelukkig nog nooit gebeurd. Zeg nooit nooit. Maar het gebeurt wel met enige regelmaat. Ja, hoe dit is dus nu is het dus gebeurd. Ja. Ja. Ik had liever gehad dat het niet was gebeurd. Maar ja, het is wat het is. En nu? En nu gaat het vast nog veel vaker gebeuren. Ja, maar ik hoorde dat je moest een straftaart kopen, hè? Ja, nee, dat heb ik beloofd. Okay. Inderdaad, zij hebben me geholpen. Dus dan gaan we taart brengen en dat komt goed. Dat wordt geregeld. Ja, nou ja, zo zie je dus ook... wat de nadelen van het strand kunnen zijn, ondanks dat je soms een voertuig heeft die er bestand voor moet zijn. Wat dan wel interessant was, de heren van de KNRM vertelden net dat ze ook wel eens melding hebben van burgers die hier dan vaststaan, hè, of strandtentbeheerders. Maar ook wel eens jonge lui, en dan moet je dat helpen als het goed zegt, die dan hier een jeep huren voor een dag. En dan op een illegale manier op een of andere manier het strand opkomen, vaak een beetje afgelegen stukken en dan gaan crossen en dan ook vast komen te staan. Dus dat was wel... ja, grappig om te horen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat jullie nooit aan. Nee, maar zeg nooit nooit. Nee, zeg nooit nooit. Nou, dat deden ze wel vaak ook inderdaad. Dus, dat gezegd hebben, gaan we nu denk even een rondje maken op het asfalt zometeen. Want we moeten denk ik de banden even, die zitten helemaal rondom het zand nog. Even het zand rondom de auto wegrijden. En dan gaan we terug naar de post.